Hallo mensen, mijn naam is de Mad Luigi en hey, kijk nou eens, het is weer zo'n leuke casual ongeknipte video. De vorige keer dat ik dit deed was met de hele Inside Xbox van een tijdje terug, waarbij Grounded en zo was aangekondigd. Toen ik ook op deze manier gewoon een aantal punten had en daarover ging praten, omdat ik gewoon... Dat was, ik weet niet meer precies waarom ik dat deed, maar dat was vast gewoon makkelijker. Waarom doe ik dit nu? De vorige keer dat ik een video als dit deed met wat moet Microsoft doen of wat moet Series X doen. Om succesvol te worden had ik echt een script en echt diepgaande editing. Dit gaat meer casual worden. Voornamelijk, sommige mensen weten dat al. Sorry, ik had een boor. Denk in zijn mond. Oh, we gaan gewoon met die ongeknipte trein, jongens. Dit gaat er gewoon allemaal in. In ieder geval, zoals sommige van jullie weten, zoals ik heb gezien in de hele Assassin's Creed Valhalla livestream reactie die ik had gedaan. En op Twitter had gezet, ik heb een lichte keelontsteking. Wat praten niet zo fijn maakt. Dus ik doe even lekker rustig casual praten. Ik heb hier een paar punten opgeschreven waar ik even over wil praten als het gaat om de PlayStation 5. Deze video wil ik al een hele tijd maken. Alleen ik had steeds in gedachten dat ik dit pas ging maken als Sony één bepaald ding had gedaan. De PS5 revealen. Alleen dat is iets wat ze gewoon niet willen doen. Dus daarom zit ik al een hele tijd op deze video. En we zijn al best wel ver in het jaar. Dus ik denk van fuck it. Ik moet dit nou maar gaan doen voordat ik geen video meer over kan maken. Dus... hier zijn we dan. Ik hoop dat jullie dit niet erg vinden. Ik hoop dat jullie dit misschien chill vinden. Het is voor mij even makkelijk om te doen. Want ik bedoel een heleboel... kort gezegd, zo van echt op de goede oude manier van echt lekker goed praten. Weet je wel, hyper praten. Of echt goed hard duidelijk praten. En de hele tijd een script voorlezen. En dan de hele tijd lines opnieuw moeten opnemen. Dat is een klein beetje niet zo lekker momenteel van mij. Dus ik doe het op deze manier. Ik heb deze video net trouwens opgenomen. Alleen toen zei Audacity van... hey, het is niet opgenomen. Wat minder is. En je hoort misschien ook iemand op de achtergrond wat ook minder is. In ieder geval, we gaan het gewoon even lekker zo doen. Dus het eerste ding. Wat moet Sony doen om de PS5 een succes te maken? Laat de fucking console zien. Echt, Sony... geeft zoveel ruimte aan Microsoft momenteel om gewoon hun ding te doen. En ik denk dat de marketing van de PS5 momenteel is zo verschrikkelijk. Ik bedoel, aan de ene kant kan je zeggen zo van, Sony hoeft er niet veel moeite in te stoppen. Weet je, ze laten de DualSense zien en het gaat meteen viral, weet je wel, gewoon zomaar opeens. Ik denk dat het een klein beetje, dat hun strategie is een beetje gemeen is. Een beetje van die gemene strategie van, oh, elke keer als onze tegenstander iets aankondigt, dan gooien wij ook iets online en dan gaat dat van ons viral. Superleuk. Gemene marketing, maar hey, het werkt. Dat is ook iets, stel dat ze de PS5 gaan revealen. Ik denk dat ze dat zouden revealen net voor de Inside Xbox van volgende week. Want dan neem je gewoon een heleboel van de spotlight van Microsoft naar Sony. Dat is een goede manier van marketing. Het is een gemene manier van marketing, maar het is een goede manier van marketing. Maar in ieder geval, die marketing is heel slecht. Ten eerste, het enige wat we weten van de PS5, wat ze hebben gedaan van de PS5 tot nu toe, is een uurlange presentatie die niet eens bedoeld was voor het normale publiek, uploaden op een kanaal en het ophypen alsof het iets groots is. Wat het uiteindelijk niet was. Het was gewoon voornamelijk informatie die we het over het algemeen al wisten. Ik bedoel, de exacte specs weten was interessant en zo. Maar het is niet iets wat je normale publiek echt interessant vindt. Ik bedoel, een heleboel mensen vonden het heel, heel saai. En het tweede ding was... gewoon opeens de DualSense laten zien. Gewoon een foto erop gooien op Twitter. En dat is het. Ondertussen hebben ze Microsoft de ruimte gegeven. Ik bedoel, Microsoft is echt on point met marketing momenteel. Ze lieten bij de Game Awards vorig jaar de Xbox Series X uit het niets zien. Heel veel hype meteen al. Hebben dat ding keihard gemarket. Hebben het met YouTubers, met influencers, media hebben ze het opgehyped, hebben ze dat ding laten zien, hebben ze de specs besproken. Letterlijk in hun Inside Xbox van een tijdje geleden deden zij die hele 1 uur video van Sony in 5 minuutjes. Waarbij ze alles van de Series X veel compacter vertelden. Dat het veel beter en veel entertainender was om te laten zien. Plus natuurlijk YouTubers die
heel erg tech, heel erg veel van tech weten, dat ding uit elkaar laten halen. Wat ook heel erg leuk is, gewoon zo open zijn met die console, superleuk. En ze laten ook gewoon games zien. Ik bedoel, binnenkort komt die inside Xbox en die is die van volgende week. En ze hebben al gezegd, die gaat over games, games, games. Dus we gaan hopen op gewoon leuk nieuws. Waarschijnlijk geen Halo Infinite, maar we hopen gewoon op goed nieuws. Weet je wel, goede dingen voor de Series X. En dat doet Sony gewoon niet. Dat willen ze gewoon niet doen. En je hoort iets op de achtergrond, dat is minder. En ik snap het niet. Waarom ze niet gewoon die console laten zien. Ik bedoel, dit ding, die marketing is niet zo heel belangrijk in principe voor de PS5. Want we weten al dat ding gaat goed verkopen, weet je. Het is de PS5. Mensen gaan het kopen, zeker weten de hardcore fans. Alleen, ik denk wat Sony een beetje onderschat, en dit is een les die ze al een keer eerder hebben moeten leren, is dat niet iedereen loyaal is aan de PS5. Ik bedoel, ik ben een PlayStation fan. Ik ben opgegroeid met PlayStation. Ik heb alle consoles. Ik heb veel meer PlayStation games dan Xbox games. Maar ik kijk wel altijd naar het waar voor mijn geld. En tot nu toe, als ik kijk naar de Series X, word ik mede door de marketing meer aangetrokken door de Series X dan de PS5. Ik heb momenteel geen behoefte om één van die twee consoles te kopen. Ik heb pas geleden een PC gekocht. Ik heb nog mijn Switch. Ik heb nog gewoon een prima werkende PS4. Maar als ik er een koop, momenteel neig ik meer naar de Series X. Weet je? En dat is het ding. Er zijn heel veel andere mensen. Lekker casual gamers die geen neuk geven om first party games. Die geen neuk geven om wie de console maakt. Die gewoon een sterke console willen. En gewoon daar Call of Duty en FIFA op willen spelen. Die mensen zijn er. En dat zijn er heel veel. Dat zijn er echt heel veel, weet je. Het is niet zoals bij Nintendo. Ik bedoel, sowieso met Nintendo en de Sony. Daar zijn ze gelijk in dat ze heel veel fans hebben. Die echt loyaal zijn. En die voor elke nieuwe Zelda of elke nieuwe Ratchet & Clank de volgende console kopen. Alleen, zoals we bijvoorbeeld zagen met de Wii U. Niet alle fans doen dat als Nintendo niet de juiste games brengt of de juiste marketing heeft. En het was zelfs hetzelfde met de PS3. Toen ze van de PS2 naar PS3 gingen, Sony. Sony was een gigantisch. PS2 is de best verkochte console, geloof ik. Ja, hij staat op nummer 1, de PS2. De best verkochte console aller tijden. Ze waren de grootste marktleider. En toen gingen ze naar de PS3 en ze dachten, iedereen gaat naar de PS3. Want iedereen houdt van ons. Laten we hem €600 maken. Laten we de console kut maken. En toen ging iedereen naar Microsoft. En Microsoft heeft die les ook weer moeten leren. Want vervolgens met de Xbox One, toen die marketing niet geweldig ging, toen ging iedereen weer naar PS4. Dus dat is het ding. Je kan niet uitgaan van het succes van de vorige generatie. Dat echt. Het is hetzelfde, nog een goed voorbeeld. De Wii. De Wii was een gigantisch succesvolle console. Wii U was een gigantische faal. Want de meeste mensen die een Wii hadden, die gingen niet naar de Wii U. Dat natuurlijk omdat de Wii voornamelijk een casual market was, maar dat terzijde. Dus ik denk dat het nu wel echt tijd is dat Sony echt wat aan die marketing gaat doen. Laat de console zien. En dan vervolgens, het volgende punt, laat je games zien. Ik bedoel, dat is het grootste voordeel wat Sony heeft momenteel boven Microsoft, is dat de games. Microsoft heeft niet zo'n heel goede track record met hun games en hun exclusives. Momenteel, de laatste paar jaren, zijn ze veel beter bezig. En specifiek, dat is zo hyped eraan met de Inside Xbox die gaat komen, benoemen ze dat specifiek van games, games, games. Dus ik verwacht gewoon goede dingen te zien in die presentatie. We weten, Sony heeft Last of Us. Sony heeft Uncharted. Sony heeft Ratchet & Clank, al die dingen. We weten al, Sony heeft een veel betere track record van series overbrengen naar nieuwe consoles. En goede exclusives uit te brengen. Alleen laat die exclusives zien. Laat ze ook gewoon echt zien. Nee, ik bedoel, we weten, Last of Us 2 is een een cross-gen game. Die gaat zowel naar de PS4 als naar de PS5.
Alleen laat gewoon meer zien. Momenteel ook qua third parties. Microsoft steelt echt de show bij die Assassin's Creed Valhalla game. Meteen, boom, Microsoft vooraan, bovenaan. Ubisoft tweet zo van, hey, check in bij de Inside Xbox binnenkort. Dan krijg je Assassin's Creed Valhalla gameplay. Microsoft heeft niet alleen... Dus laat gewoon meer zien van je console. En van je games. Laat die games zien die echt mensen aantrekken. Ik bedoel, ja, het is hetzelfde als met Nintendo. Dat iedere Nintendo-fan, hardcore Nintendo-fan, die koopt de volgende Nintendo-console voor de volgende Mario en voor de volgende Zelda. Dat zullen een heleboel mensen ook doen voor de PS5. Alleen dan moet je wel het echt laten zien. En dan ook vooral voor de casuals laten zien van, hey, dit zijn de games die je alleen bij PS5 kan krijgen. Alleen dat doen ze gewoon niet. Dus ik hoop dat ze dat gewoon echt gaan doen. Dus die marketing toch wel van de console en de games moet echt een keertje wat beter worden. Want ze geven echt zoveel ruimte aan Microsoft om een marketing te laten groeien en de hype laten groeien. Want ik bedoel, er is veel hype voor de PS5. Maar hoe ver brengt die hype je, weet je wel, als een ander bedrijf daadwerkelijk die hype ook heeft, verder opbouwt, meer laat zien. Weet je, er was hype voor de PS3, dat weet ik zeker. Maar kijk wat daarmee is gebeurd, weet je. Dat is het ding. En dan nu het laatste woorden wat Sony heeft over Microsoft is gewoon de prijs. En ik weet niet of ze daar gebruik van gaan maken. Ik bedoel, het feit is gewoon, de PS5 is zwakker dan de Xbox Series X. En een zwakkere console maakt niks uit. Als zwakkere consoles wel wat uitmaakten, dan zou ik geen Nintendo-fan zijn. Dan zou ik nooit een Switch aanraken, weet je. Dan zou ik deze console spelen, laten we eerlijk zijn. Dan zou ik alleen een PC spelen, maar... Het ding is wel, de PS5 die is zwakker dan de Xbox Series X. We weten niet de prijzen nog. Het idee is dat Series X in ieder geval 500, 600 gaat worden, tussen de 500 en 600. Sony heeft dat geprobeerd met de PS3, om die 600 te maken. Mensen houden niet van 600 euro dure consoles, dus ik denk dat 500 beter is voor de Series X, of 550, wat lager. Maar ik denk ook dat Sony niet had verwacht dat de Series X zo zou worden. Het is hetzelfde als toen Microsoft de Xbox One uitbracht, origineel. En dat die origineel veel zwakker was dan de PS4. Want ze hadden niet in de gaten dat Sony zo'n grote stap voor next gen maakte. En dat verhaal is nu omgedraaid. Microsoft heeft een gigantische stap gezet voor console gaming. En Sony zit er relatief best wel laag onder die kracht, weet je. Het is een goede console, het is een sterke console, het is kwaliteit. Alleen het is minder dan de Series X en dan is het ding... Gaan ze dat ook in de prijs laten zien? Ja, ik bedoel natuurlijk, als ze dan toch van die gemene marketing doen van Spotlight Status, dan kun je net zo goed doen wat hetzelfde wat ze deden met de Sega Saturn, toen die zijn prijs aankondigde en daarna gewoon met de PS1 zeggen van, oh, hij is goedkoper dan de Saturn. Ze kunnen gewoon zeggen, we wachten gewoon af totdat de Xbox Series X zijn prijs bekend is. En wat het dan ook is, we gaan daaronder. Weet je? Maakt niet uit wat, we gaan er gewoon onder. Dat is een goede strategie, nogmaals heel gemeen. Maar... De vraag is, doen ze dat? Weet je, het kan ook gewoon zijn dat Sony zegt van nee, deze console is heel duur om te maken, we maken gewoon 500. Maar stel dat de Xbox Series X 500 is. Ja, en nogmaals, de hardcore fans die kopen het wel. Maar de casual gamers, de Call of Duty is, weet je wel. Klinkt misschien heel gemeen, maar die mensen zijn er. Die gaan gewoon, als die weten dat er twee consoles zijn, zelfde prijs of heel dichtbij elkaars prijs. Bijvoorbeeld PlayStation 5 500, Xbox Series X 550, weet je wel, zoiets. En je weet dat één van de twee de sterkere is, en je geeft geen neuk om exclusives, dan ga je gewoon voor de sterkere. Want je wil meer waarde voor je geld. Dat is gewoon een mentaliteit die we hebben. Je wil gewoon meer waarde voor je geld. Dus dat is het ding. En dan natuurlijk heb je ook nog het hele gerucht. Ik bedoel, ik bespreek het liefst geen geruchten of leaks, maar we weten dat er twee consoles in de maak zijn bij Microsoft. Ze hebben de Xbox Series X en ze hebben Lockhart. Wat Lockhart is, waarschijnlijk een goedkopere versie van de Series X die ietsjes minder krachtig is. Ik denk dat als dat ding echt dit jaar uit zou moeten komen, hadden ze veel eerder dat ding gemarket.
Ik denk dat het meer een vision is voor later misschien, voor een jaar nadat de Series X is uitgekomen. Maar het kan dat Microsoft zometeen twee hele sterke consoles op de markt heeft. Eentje die gewoon goedkoper is. Goedkoper dan de PS5. En dan gaan mensen gewoon voor de goedkopere versie, weet je wel. Of mensen gaan gewoon voor de sterker, omdat die toch sterker is. Dan betaal ik daar meer voor. Dus ik hoop gewoon dat Sony wel echt gebruik maakt van het feit dat ze zwakker zijn. En dat ze dus minder kunnen vragen voor hun console. Maar ik weet niet of ze dat willen doen. Want Sony heeft een bepaalde track record dat ze niet altijd goed hun prijzen inschatten. Dus over het algemeen, wat moet Sony doen? Marketing. Marketing, marketing, marketing. Laat je console zien. Laat je games zien. En zorg dat je PS5 goedkoper is dan de Series X. Anders, ik bedoel, nogmaals, het gaan allebei succesvolle consoles worden, weet ik zeker. Alleen, jij geeft Microsoft heel veel ruimte om hun platform, de Series X, te laten groeien, weet je wel. Ik denk dat als het zo doorgaat, dat aan het eind van de console-generatie Microsoft ook nog best wel een kans heeft om bovenaan te staan, weet je. Je weet niet hoe dat gaat. Je weet niet hoe het gaat. In ieder geval, dat is wat ik ervan denk. Nogmaals, sorry voor deze super casual discussie-video. Ik hoop dat jullie dat leuk vinden. In ieder geval, mensen, vonden jullie deze video leuk? Geef dan een like, abonneer zou ook wel leuk zijn. Wat denken jullie dat Sony moet doen? Zijn jullie het met me eens over de punten? Denken jullie dat Sony het gewoon helemaal prima doet? Denk je dat Microsoft het beter doet? Ik wil het allemaal graag weten. En dan zie ik jullie de volgende keer weer. Bye bye.